Vanwege de veiligheid is in de vliegtuigindustrie onderhoud enorm belangrijk en daarmee een enorme kostenpost. Denk maar eens aan een vliegtuig op de grond blijven staan voor reparatie. Iedere minuut dat een vliegtuig niet in de lucht gaat, kost enorm veel geld. Wij onderzoeken hoe bedrijven dit onderhoud slimmer kunnen aanpakken. Met sensoren verzamelen we data van machines, assets of vliegtuigen. En daarmee maken we voorspelmodellen om onderhoud juist, tijdig en volledig te kunnen uitvoeren. Slim onderhoud. En zo voorkomen we reparaties of stilstand. Hoi, ik ben Dylan en ik volg de Master Applied AI. Ik werk mee aan een onderzoek naar innovaties binnen vliegtuigonderhoud. Daarvoor programmeer ik een robotarm met een sensor, die onder andere haarscheurtjes in de wand van een vliegtuig sneller kan ontdekken. Op de robot zit een door TNO ontwikkelde sensor. In de sensor zitten hypergevoelige microfoons verwerkt die het geluid oppikken. De sensor hoort dan als het ware waar de scheurtjes of andere onregelmatigheden zich bevinden. Om een goede scan te maken moeten de microfoons in de sensor op exact 1 centimeter langs de romp van het vliegtuig gaan. Eén kleine misrekening en de robot en het vliegtuig raken mogelijk beschadigd. Mijn algoritme moet dat voorkomen. Net als mensen hebben robots instructies nodig om iets nieuws te kunnen leren. Eigenlijk ben ik de robot dus aan het opvoeden. Dat vind ik het gaaf aan dit onderzoek. En zelf leer ik er ook veel van. We zijn hier nu in de hangar bij KLM. Het controleren van deze vliegtuigen op schade kost ontzettend veel tijd. Want de monteurs moeten het hele vliegtuig rondlopen. Ik leer de robot zelf de route rond het vliegtuig te maken om scheurtjes op te sporen. Dat is niet alleen efficiënter, maar ook extra nauwkeurig. Aan onze onderzoeken werken altijd studenten mee. Ze werken met de nieuwste technologie en daarmee valt nog heel veel te ontdekken. En ze zijn van meerwaarde voor bedrijven. Kijk maar naar Dylan. Mede door zijn onderzoek kan KLM het onderhoud nog slimmer aanpakken. Ook voor ons als onderzoekers zijn studenten onmisbaar in onderzoeksprojecten. Maar met hun inzet kunnen we veel uitgebreider onderzoek doen. Door mee te werken aan onderzoek help je de wereld vooruit. En dat is iets om trots op te zijn.